In Geld Gezocht gaan Kamal Karmaag en Christel Verbeke bij zes gezinnen op zoek naar waar ze geld verliezen. Na zorgen voor mama en andermans zaken is Geld Gezocht op het lijf van Christel en Kamal geschreven. Christel is ervaringsdeskundige op vlak van armoede. De voormalige K3-zangeres groeide na de scheiding van haar ouders op in moeilijke omstandigheden. Zo was de koelkast vaak niet gevuld en had ze niet altijd een propere matras of proper bed. Het voelt zo intiem om daarover te vertellen. Misschien durf ik het nog altijd niet goed, zegt Christel in humo. Het blijft schaamtelijk. Het voelt nog altijd alsof het voor een stuk mijn eigen schuld is, ook al weet ik intussen dat dat niet zo is. Het ging bergaf voor Christel toen haar ouders uit elkaar gingen en ze achterbleef bij haar vader. Misschien had mijn vader wat meer de tering naar de nering kunnen zetten. Daar worstel ik soms nog mee, geeft Christel toe. Ze bedenkt zich dat ze naar een kleiner huis hadden kunnen verhuizen. Dan had mijn jeugd er anders uitgezien. Daarmee beweer ik niet dat wie in armoede leeft, foute keuze maakt. Maar in ons geval had het misschien anders gekund.